Goedemorgen, beste vrienden van de poëzie. Dit is iets wat Wim Helsen zou zeggen en ik nu ook. Welkom dus bij de tweede aflevering van Poëzie op zondag via het wereldwijde web, want helaas kunnen we jullie nog steeds niet ontvangen in onze gezellige foyer. Maar zoals u ziet, er is een waardig alternatief gecreëerd hier op scène van de Stad Schouwburg. We hebben vandaag twee specialekes te gast, al zeg ik het zelf. Tony de Beat Butcher en Sekou Woolegem. Hij is de huidige stadsdichter van Antwerpen, al vind ik het woord dichter net iets te krap voor deze jonge man. Op zijn cv staat slamdichter vermeld en zoals hij zelf zegt, hij brengt slam met veel woordspel, humor en aandacht voor stedelijkheid. Hij is ook de grondlegger van de slam in Vlaanderen, onder meer medeoprichter van Capital Slam, een Vlaamse scholencompetitie voor poëzie in al haar vormen, en programmator van Word met DT in Letterenhuis en Felix Poetry Festival, allemaal in Antwerpen. Voilà. Welkom, Sekou. Hallo. Alles goed? Ja, zeker, alles goed. Ça va. Ça va. Jij weet, ça va. Ja. Oké, ik had het woord Antwerpen niet moeten laten vallen. Dan had ik het kunnen verdoezelen of zo. Nee, dat zou niet gekund zijn, denk ik. Nee. Wees daar niet zo zeker van, hoor. Ja. Ik heb je website bekeken, iedereenstadsdichter.be, en op de homepagina las ik direct deze quote. Het stadsdichterschap als een collectief gegeven, dat is de visie. Want net zoals bij de stad gaat het niet om mij, maar om ons. We're in this together. Iedereen stadsdichter. Ja. Verschil je hierin met de andere stadsdichters? Of ga jij verder waar zij stoppen? Of hoe zie jij het? Dat is een goede vraag. Ik ken maar enkele van die andere stadsdichters. Dus dat is moeilijk te zeggen. Hun werk ken ik ook niet zo goed. Omdat ik eigenlijk meer in de slam en de rap en heel ritmische poëzie zit in plaats van in de klassiekere poëzie. Maar ik heb wel het gevoel dat Moot bijvoorbeeld, de vorige, die is heel creatief geweest in de manier waarop zij dingen heeft aangepakt. Die is echt heel constant eigenlijk van het pad afgegaan, wat heel leuk en interessant is. En als ik Peter Holvoet Haanse denk, dan ik ken die ook als een mens stapte naartoe en vraagde gedichten en die schreef die erin. Die is echt gewoon open en staat klaar voor alles, wil met iedereen en alles samenwerken, denk ik wel. Maar ik denk als je dan de eerste stadsdichters neemt of klassiekere, dat die wel heel hard, ik hoor mezelf niet meer, dat die wel heel hard een visie hadden van zo ga ik het doen en ik ga mij niet afgeleid laten worden. Ieder zijn of haar ding. Maar ik ben iemand die nogal tamelijk hard vinger op de wonden legt, die cool dingen verteld hebben en gezegd hebben, en dat ga ik ook doen. Ik wil dat ook gewoon kunnen doen. En daarom trek ik het open van oké. Okay, ja. Wil ik mijn ding doen? Kan jij jouw ding doen? Kan zij haar ding doen? En dan tezamen is er iets voor iedereen. Ja. Op die manier of zo. Ik ben echt een beetje allergisch voor zo die grote phallus-symbolen op gebouwen te plakken en zo. Ja. Dat krijgt heel snel dat gegeven. Ja. Van here's my ego. Ja, ja. En verdiep je dan ook totaal niet in die phallus-poëzie? Nee, ik bedoel, het is niet een positieve manier waarop. Nee, ik weet het. Ja, okay. Moest ik even meegeven, anders heb ik je net even elke klassieke dichter beledigd. Niet de bedoeling. Ik heb heel veel, ik hou van klassieke poëzie, maar ik lees dat. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb dat ook, ik lees dat liever dan dat ik het hoor. Ja. Het kan zelf afbreuk doen als ze het niet zo goed voorlezen. En ik ben eerlijk gezegd ook niet altijd mee met wat ze zeggen. Ik moet het kunnen lezen. Ja. Ja. Maar jij hebt dat ook. Ja, exact. Ja. Dat vind ik, dat is dan het ding dat ik heb. Dus ja, ik vind het cool. Heel goede dichters, ook, je voelt dat ook wel. Want dan ben ik daarna wel gaan lezen, wat schrijf die allemaal. Toch vooral de stadsgedichten van wat is er voor mij gebeurd. En allemaal goede dichters. Hè. Ja. Ja, dus no doubt about that. Ik ben blij dat ik mee in dat lijstje sta, maar mijn positie is echt helemaal anders. Ja. Ik ben meer de... Ja. De personal touch, dichterbij of zo. Het geeft mijn publiek... laat me samen met het publiek zelf iets doen en zo. En wat zijn daarin jouw voorbeelden? Van dichters? Ja, van slam. Ah, van slamdichters. Ja. Saul Williams, ja. Black Ice, Suher Hamad. Eigenlijk ken je heel veel dichters op Def Jam Poetry. Ik vind je daar ongelooflijk veel sterke dichters. Maar ook bepaalde rappers die voor mij, waar je gewoon de beat af kan halen en dat staat. Ja. Maar omgekeerd, als je een Rumi neemt bijvoorbeeld, dat is totaal niet ritmisch of zo, maar inhoudelijk en de manier waarop dat geschreven is. Of zo parabels, Aesop Rock, Aesop Rock is een rapper, maar Aesop, die parabels en zo. Okay, dat ken ik zelf. Platgetreden, maar ja, het verhaal van de schildpad en de haas.
Right? De vos en de kraai. Ken je dat niet? Met de kaas en de bek. Voilà, ja. Dat is Aesop. Ja. Ja, voilà. Dus iedereen kent dat. Maar er zitten echt heel sterke dingen in. Ja. Heel interessant. Maar dat geloof ik zeker. Je hebt er nu je eerste jaar op zitten als stadsdichter. Ja. Welk project vond je al het meest interessante tot nog toe? En naar welk project kijk je heel hard uit dat nu nog komt? Ja. Oké. Okay. Het is gevaarlijk om te spreken over projecten die nog komen, want niks is zeker. Er zijn ongeveer een paar ongelooflijke projecten. Als er gewoon één van doorkomt, ben ik tevreden. En zo zijn we eigenlijk heel veel dingen aan het opstarten en zien, gaat dat lukken? Door corona ook? Voornamelijk corona, maar ook gewoon echt een kwestie van, ja, als je project wil toe, wij willen een container, ik zou maar zeggen, we willen een container nemen en die als residentie bouwen, de wereld rondsturen. Ja. In samenwerking met Port of Antwerp, mm-hmm. right? En met Zanzibar en met Antwerpstad, maar dan moeten schepen er ook bij. En dan krijg je ineens 5, 6 partijen en dan moet er plots geld zijn en dan moet er een werking zijn en een heel ding. En dan wil je dat die daarna nog eens aankomt en op een dak wordt gezet in combinatie met Dakkan Festival. En dat is een best heel grote... Normaal gezien schrijf ik een gedicht en plak ik dat tegen de muur. Ja. And we're done. Maar dit zijn echt heel veel projecten. En er moet maar één schakel niet goed zijn. Bijvoorbeeld, de container is niet goed gebouwd of zo. Ja, dan ken je de wereld niet rond. Ja. Dus dat zijn wel leuke, dat zijn supercoole projecten die ik nu kan doen. Maar gaan die echt gebeuren? Mm-hmm. Ja, houd vast houden. Voilà. En een project dat ik heel mooi vind dat we gedaan, is eigenlijk het eerste, denk ik, zo echt in corona gewoon het krachtveld. Dus iedereen heeft dan wat gedachten, zinnen, poëzie, bedenkingen doorgestuurd in die periode. En daar heb je dan overal een stukje uitgehaald, één grote bezwering van gemaakt die we rond Antwerpen aan het plaatsen zijn. En hoe heb je die oproep gelanceerd? Dat is een goede vraag. Sowieso via iedereenstadsdichter.be, maar ook via de media. Dat is het voordeel van stadsdichter. Dus als ik iets maak of doe of ga maken, dan kan ik echt naar een ATV bellen en vragen of dat die daar iets rond willen doen. Ja. En in plaats van zeggen, ja, maar jij bent nummer 700 vandaag die dat vraagt, zeg je, oké, jij bent de enige stadsdichter, we gaan er eens over nadenken. Ja. Dus die helpen, die zijn echt wel mee. Oké, dat is wel tof om te horen. Ja. Ja, corona-gewijs krijg je denk je nog een extra jaar als stadsdichter, omdat je misschien... Ja, minder hebt kunnen realiseren, zit dat erin? Of doen we bij deze een oproep? Ja, ik zou sowieso niet gaan eisen voor meer tijd. Iedereen stadsdichter, ik gun iedereen die tijd. Ja. Dus geef het dan de volgende. Het is wel challenging geweest, in de sens van dat heel mijn stadsdichterschap waarschijnlijk in het kader van corona zal zijn en dat ik niet echt een afstandsdichter ben. Of zo. Ja. Ik vond het niet gemakkelijk. Maar we proberen en we doen, like everybody. Je probeert gewoon te doen wat je kan. Probeert er het beste van te maken. Ja. En that's it. Meer dan dat kan je niet. Een jaar meer. Geef het dan de volgende. Ik kan sowieso projecten doen. Ik heb ook al een platform. Ik ben al bezig. Dus op zich, go on to the next. And shine the light on the next poet volgend jaar, zou ik zeggen. Ja. Ja. Oké. Okay. We hebben hier een groot publiek in Sint-Niklaas dat van poëzie houdt. Poëzie op zondag zit meestal vol in de foyer hier. Mm-hmm. Het is een gemengd publiek ook, al helpt het een beetje over naar de grijze kant. Nu, wij hebben een heel moderne, hippe, grijze bevolking, laten we het zo zeggen. Ik denk dat ze slam allemaal wel kennen, maar misschien dat je toch nog iets meer duiding geven. Oké, over wat slam is? Ja, eigenlijk wel. Oké, all right. Slam is wat je zometeen gaat zien. ik weet niet of dat slam is wat je zometeen gaat zien. Eigenlijk niet eens. Slam komt van een wedstrijdvorm. Ja. Ja, een poetry slam, dus gelijk een grand slam in de tennis. Een toernooi. Je wint met 10, dan nog, wint met 12, dan 6, dan 4, dan 2. Ja. En dan heb je een winnaar. De winnaar van de regio gaat door naar de winnaar van de stad, de winnaar van het land, de winnaar van het continent en dan heb je wereldkampioenschap. Dat is slam. Ja. Context, regels, 3 minuutjes met publiek, met punten, etc. Dat is poetry slam. Maar wat ik doe is eigenlijk slam poetry eerder in de sens van ik doe niet aan wedstrijden. Mm-hmm. Op het algemeen toch niet. Maar ik hanteer sommige regels wel. Hou het kort, hou het levendig. Ja. Right? Probeer contact te maken met je publiek in plaats van gewoon ik zit in mijn wereld. So die onderdelen van slam neem ik wel mee. Ja. En dat is zo het enige. Want slam, zegt iedereen Mark Smith, jaren 80, maar slam bestaat volgens mij al. Ja, oké. Duizenden jaren. Rekening houden met je publiek als je poëzie doet.
is volgens mij zo begonnen. Mm-hmm. En ergens in 15, 1600, waarschijnlijk ergens in Frankrijk, de intellectuelen in Frankrijk, of misschien de verlichte geest zelfs. Frankrijk in ieder geval, somewhere in France, heeft iemand gezegd, dat mag niet meer rijmen. Dat mag niet meer zo ritmisch zijn. Dat moet elitair worden of zo. Ik weet niet, die hebben dat niet beslist, maar dat is zo gegroeid of zo. Het is wel blij dat die beweging terug aan het komen is. Ja. Ja, dat we dat terug aan het pakken zijn. Oké, okay, okay. Klassiek, is kut. Maar de rest moet ook kunnen bestaan en platform hebben. En dat is nu wel gebeurd. Ik denk dat er platform is voor slam, voor rap. Ja. En misschien kan de klassieke poëzie zich daar ook aan optrekken of zo. It's all together, ja. Storytelling. Zolang het maar representatief is of zo, denk ik dan. Mm-hmm. As long as you're talking about something, or if you're feeling something, trying to do something, ja, hoor, wees, kom, doe mee. Oké, okay. Merci. Ik vind dat hij er nogal zeer actief uitziet, dus ik ga je niet te lang op die zetel vasthouden. Nog twee korte vragen. Kan je misschien iets vertellen wat je subiet gaat tonen met Tony de Beat Butcher, als ik het juist uitspreek? Yep. Ja. De Beat Butcher, voilà. Goeie vraag. Ik denk dat ik zeg, ik slam rap, dat is waar ik bezig ben. Dus ik schrijf en ik heb teksten, ik heb een heleboel teksten. En dan werd ik gevraagd om een performance te doen. En dacht ik, oké, wat is relevant, interessant, wat wil ik doen, hoe ga ik dat doen? Dus in mijn gedachten, ja, jullie publiek, hè? Mijn publiek, nu, you're mine. En dan zijn wij samen gaan zitten. Dat is eigenlijk echt een beatbutcher, een zieke fingerdrummer. Een eigen instrument gebouwd, fingerdrumming, echt. Dat is een drummer, dat is een DJ, dat is een muzikant. En ze vroeg, pak een muzikant mee, dacht ik, pak een beatbutcher mee. Dus als we samen gaan zitten, hebben we gekeken van, oké, kunnen wij wat muziek onder bepaalde dingen leggen? En omgekeerd, heb je wat muziek waar ik iets op kan leggen? En ja, van daaruit zijn we vertrokken. Ja. Dus vandaag ga je eigenlijk wat rap, wat slam, wat poëzie, wat van alles horen. Oké, okay. Ik ben benieuwd zo meteen. Ja. Nog één vraag, ja. Tot slot. Ga je ook iets drukken op papier? In deze periode nog of na uw stadsdichterschap verschijnt er een bundel van? De bedoeling is dat de stadsdichter een eindproduct maakt of lanceert. Ik ben persoonlijk niet de grootste fan van mijn poëzie in een boek. Dat kan, maar daar moet ik heel goed over nadenken. Hoe. Ja. Dus ik had zoiets van, ik kan dat niet doen. Ik kan dat gewoon niet doen. Ja. Het idee is een virtuele map. Ja. En die leeft, waar mensen ook iets op kunnen zetten, waar al het materiaal dat ooit gecreëerd is door in de stadsdichterschap, maar misschien ook daarbuiten, en mensen die dingen willen doen, van dat daarop te zetten. En dan proberen van die map ook levende te houden. Mm-hmm. Dat je echt effectief een map hebt waarop je kan klikken, visueel. Ah, deze poem daar, ah, dat staat daar, ik maak een tour, ik kan iets zien. Zelfs een toerist kan afkomen en zeggen van, oh, wat is er cultureel gezien in Antwerpen beschikbaar? Laten we dat linken met wat QR-codes en misschien wat AR of zo, dat je dat ook echt effectief ziet staan. Gelijk dat ik zeg, weer heel veel ideeën. Mm-hmm. En dan moet men een schakel uitvallen en we zitten met een probleem, maar we proberen. Ja, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd om jullie aan het werk te horen. Veel plezier. Dank je. Ja. Cheers, cheers. En start. Voilà, en je blijft gewoon zo zitten kijken, of wat? Ah, moet ik verdwijnen? Nee. Maar doe mee of zo. Hè. Jij was er juist. Nee, kijk hoe. Nee, papa ga ik... Hero, papa Hero, zang. Ja, ik heb even opera gezongen, maar daar laten we het bij. Ja. Zij kan kijk hoe opera zingen. Just by the way. Hè. En die ook de dwarsfluit, hè. By the way. Hè. En die heeft niks gezegd over. Wat was het? De klimaatdichters. Dus die pardon, klimaatdichters. Ben ik iets vergeten te vragen? Ah, nee. Ja, hij is klimaatbewust, voilà. Maar hij vliegt wel. Schuld. Maar hij plant dan bomen aan. Je moet, ja, opties, ja. Hè, keuzes. Hè. Ik weet het. Ja. Nee. Ja. Suku, het gaat om u nu. Het gaat succes. Om mij. En Tony. Okay. Ja. Dit is de meest informele poëzie op zondag ever. Ja? Daar ben ik blij om. Ja. Wop, en nu verdwijn ik uit beeld. Ah, voilà. Oké. Okay. Dat is goed. Tot hier en hier. En ja, ik zie het. Ik zie het. Oké, okay. Perfect. Dus dag allen, dag poëzie. Op zondagmorgen, mensen, al jaal, ik weet niet wie jullie zijn, maar bij deze zou ik graag enkele gedichten voordragen. Beetje geplukt van overal. Ik ga beginnen met een nieuwjaarsgedicht. Heb ik geschreven voor Radio 1 of 2? VRT in ieder geval, it's all the same, right? Anyway, voor de radio. Oké, okay, here goes. Alles begint waar ik bewust beslis, dus nieuwjaar... Nieuwe voornemens. Het voelt alsof ik hier een nieuwjaarsbrief kon voorlezen. Beste Peter, beste Meter. Probeer deze wereld al 36 jaar te verbeteren. Elke keer zeg ik, wat ik nu zaai, is eeuwig. Maar die belofte is onzeker.
Mijn voorzorgsmaatregel is hoop. Een zwaar voorteken, toch daarvoor teken ik. De laatste maanden waren nogal nagelvretend, maar dat weten jullie ook. Met pieken en dalen wordt een hartslag gemeten. Dus nieuw jaar, nieuwe voornemens. De mens niet meer in hokjes opdelen. Ik zag gemeenigden zich heel even verenigen tot zwarte massa. Zwaartekrachten rond Black Matters, Black Lives Matter. Heel even leek men de onzichtbare 95% te snappen. Maar toen kwam Akram. Dit jaar, nieuwe voornemens. 2021, spring. Wind evenwicht. Tegenwind is hoe je leert zweven. Te lang liet ik me meeslepen. Land nooit meer. Bang dat weer een zere landing wordt. Allemaal same, same. Te veel snoezen op topniveau. Een jaar opgeofferd, wat vraag ik daarvoor? Hetzelfde als het jaar daarvoor. Van WTO tot Lukashenko, politieke billetjes bloot. Jezus in het kribbeke, schattig. Ik vier vandaag liever de dag dat hij de banken afzwoer. De sterren verkoos. Schoonheid waarin ik geloof, dus onze verbinding is groot. Nieuwe voornemens, wat ik moet, heb ik al toch. Waarom draag ik geen zorg? Maak amok als dat voor verandering zorgt. De weg er anders niet komt. Te samen op schok, dit laat ik niet los, bevraag uw comfort. De dagen zijn kort, een jaar is zo op. Toekomst en voornemens. Ik vat het zo op. Voorbereiding. Ik kan nu al zijn waar ik zo word. Voilà. Dat was een nieuwjaarsgedicht. Dus we zijn officieel vertrokken met een nieuwjaarsgedicht in februari. It makes complete sense. Anyway, oké. Een gedicht dat moet gezegd worden. Een gedicht dat moet verteld worden. Zo heb ik er wel veel, maar dit heb ik gekozen. Mag ik meer of minder zeggen als een meer of minderheid? Hoeveel water bij de wijn tot geen van beide overblijft en geen idee nog overeind? Ik vertaal armoede in cijfers en bewijs dat wij geen mens, maar nummers zijn. Terrorisme kan ook schriftelijk en systematisch als in een geschift beleid. Ontzag te onpas, omdat enkel energie ons kompas eikt, toch naar boven, naar het noorden, met een bomcash wijst. Kan het recht echt helpen als het altijd al het contact mijt? Kijk, wat als huren te duur is? Geen ruimte voor u, omdat een kwart van uw buurt op Airbnb als een gezellig stulpje staat. Toch meer lege kerken dan clochards die ernaast op straat leven. Meer lege chalets voor de hajj dan vluchtelingen die er langs gepasseerd zijn. Links en rechts maken zich hard, maar vertegenwoordigen wat en voor wie? Zonder pas, zonder dak, met een strafblad wordt u geen stembrief gegeven. Dus zij die het meest kreven naar een eerlijk systeem worden legaal vergeten. Exclusie is de start van een hard leven. Ik zou willen schreeuwen dat iedereen rechten heeft. Niemand er alleen voor staat. Een illegaal persoon eigenlijk gewoonweg niet bestaat. Maar wie heeft er iets aan dat ik mij met een sloophamer richt naar de staat? Wat ik toedicht als dichter heeft nooit geen kloof kunnen dichten. Schaarste is het kind van kapitalisme en dat maakt van armoede een business. De ironie zit hem in de symboliek. Papieren bruggen als basis voor de economie. Ooit was ik koning van een stukje land en stond het eelt in mijn hand lijnrecht tegenover het leven dat ik had. Nu word ik verantwoordelijk geacht voor een begrotingstekort dat er voor mijn geboorte al was. De welvaart in mijn stad. Schuilt achter de fijne lijnen van een laf hart een veilig gevang. Dus wie welvaart in mijn stad, staat op een heel dorp waarvan de helft een steenworp van bijstand. We lepelen de bodem uit de mens, in naam van succes. Toch staan we verbaasd dat we vergaan aan de stress. Kijk, geld is een stem. Dus hoe de hele wereld eruit ziet, is een vertegenwoordiging van waarop jij stemt. Dank u. Minder dramatisch dan ik mij voorgenomen had. Voilà.
Dit gedicht heb ik geschreven een maandje terug, twee maanden terug. En ja, zoals jullie weten, Paul van Ostaaij is een van de favoriete dichters van Antwerpen. Waarom? Omdat hij tegen de fasje was. Omdat hij het durfde uit te spreken, maar ook omdat hij heel ritmisch was. Omdat hij eigenlijk in de zetspiegel... Ze zeggen dat is de slammer, de eerste slammer van Antwerpen, zeggen ze maar. Wat hij met een zetspiegel deed, die slamt echt wel op papier. Maak het minder boring, en et cetera. Daar was hij heel goed in. Hij is mij gevraagd geweest, ze hebben mij op een tour genomen van okay, wat deed Ostaaij in de stad en waar ging hij naartoe? Dat is een hele speciale mens. En dan zijn we die een tour gaan doen. En op de basis daarvan heb ik een gedicht geschreven. So here goes. Trouwens, in samenwerking met de buren, moet je zeggen. Zij hebben dit gefinancierd. We wringen een vuist. Te midden de spanning verzin ik een thuis. Paul, zinnig en luid. Ik verzet mijn hart, ik verzet de stad tot alles herdacht wordt. Grenzen zijn fabels. Een land is dat vreemd en illegaal maakt. Wij, de straten, verenigd met de staten, tot Floyd en Akram terugademen. Stilte is een pijnlijke daad. Het normaliseert de daders. Oh, sta je? Waar sta jij? Waar sta ik? De angst, hoe vertaal ik die? De verhalen nog lang niet geschreven. Sta, peta, petu, 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 de fa, je sta, petrooi. Deur de straten zonder schroom. Niet aan de tap, niet in de kroeg, geen boe of ba werd er gehoord. Het is echt niet schoon, het leek gewoon. Is onze stad een lege doos. Gooi alles plat, je pakt mijn doel niet af. Mijn onderdak is dat gevoel dat ik iets moet doen. De koepel barst, de hemel voedt zich met mijn ziel nog voor mijn dood. Maar de verhalen nog lang niet geschreven. Een glas bitter pijn met twee vingers schuim, zo wordt de nazi 's nachts verdreven. Zet uw mobiel af. Pak het handvat vast en stap mobiel binnen. Doe een danspas. Het is de nacht, man. Maar zonder ritme vind ik dat een beetje afgang. Toch, liever dat dan in de maat stappen. Ik ben jazz, denk als een rapper. Aan de Ostaaijse kaaien sta ik in nazi-puin te bleten. Toch de verhalen nog lang niet geschreven. Deze Paul doet dat Gibson vergeten. Ja? Nee. Ik weet niet, ik hoor mensen spreken. Ik word daar confused van. Doe mee. Spring op het podium, doe mee. Laten we samen een battle beginnen of een freestyle of zo. Stel je aan de spot? Nee, ineens stilte. Oké. Okay. Ja, dan ligt het allemaal aan mij. Hè. Dan zal ik het maar doen. Voilà. Wacht, dat was niet genoeg drama. Wow. We zijn aangekomen aan le moment suprême. En dat is de beat butcher. De butcher. Hoe zeg je dat, een butcher? De slager. Dat is een slager. Dat is ook echt wel als je die op de drumpads bezig ziet. Man is een ongelooflijk sterk artiest, maar ik ga niet te veel pluimen in de reet duwen. U zal zelf horen wat de man kan. Dus bij deze zou ik zeggen... Tony, hit him up, man.
Pride, I raise my head high, try to read the night skies like my grandfather. I can't hear myself, I can't hear myself. I feel so much pride, raise my head up high, try to read the night skies. Like my grandfather, yes, this is what we got. Feel so much pride, raise my head up high, try to read the night skies like my grandfather. I still hear him say, the whole world thinks we are lagging behind because we don't rock with the tides of the times. They don't understand the value of traditions like I do. We are the last group to keep the knowledge of Kemet alive. We are not the first of our kind. We are the last left standing. And the task is demanding to preserve the outstanding cultures of the Mande. Ni Amasona Ama Binaso. Ni Amasona Ama Binaso. Ni Amasona Ama Binaso. Ni Amasona Ama Binaso. We, shamers for life, who preserve the divine, cultivate mind and space. They promised us paradise. They promised us paradise. True stories of the one named Jesus Christ. Yet how do we profit from prophets? Our savior is alien. The whole world was forged in fire and pride from Nomos' sin. We were promised a big bang, so we spoke of the smallest grain, Pokolo, and how it broke. This is what we call the cracking of the primordial egg. This is how Amma's will gives all matter and all that matters, all matter, shape. Ni Amasona Ama Binaso. Ni Amasona Ama Binaso. Ni Amasona Ama Binaso. Ni Amasona Ama Binaso. I feel so much pride. Raise my head up high. Read the sky like my grandfather. Ni Ama Binaso. Ni Ama Binaso. Ni Amasona Ama Binaso. Ni Amasona Ama Binaso. This poem, dit gedicht, is geschreven in een anthologie Malien. Confessions of a Wannabe Dogon. Dus gaat over de cultuur van mijn grootvader. Drama! The Beat Butcher. Crazy, crazy, crazy. Dit is what comes next is echt meer naar de rapkant, denk ik. Als je er iets op zou moeten plakken.
En dat is... Ja, oké. Okay. Dat is een supergraaf nummer. Dat is een bestaand nummer dat wij een beetje op liggen juggelen. En waar we gewoon wat mee gaan cutten en juggelen. En tekst op plakken. Voilà. En dat is de Pete Butch, is gewoon doe all of that stuff. Ik hoop echt waar dat jullie Engels verstaan, want anders was dat vorige nummer een beetje jammer. Anyway, let's just do this thing. Er staan al tamelijk veel hol, hol, hol. Misschien sta ik te dicht bij de monitor, I don't know. Misschien klink ik hol. Sound like an empty box. Beats van Sound Little. Moest ik deze gevoelens benoemen om ze te plaatsen? Dan zou ik zeggen, woede is basis, misplaatst onder de noemer frustratie. Soms ben ik apathisch, soms verdriet mijn alibi. En zet ik de contouren van Mali in de rug van een koelbloedige nazi, pen dat gevoel op een A4. Soms denk ik tegen draad, tegen alle zin, waarom ook niet? Moest ik tijd terug kunnen draaien om een ander resultaat te zien? Waar in geschiedenis was er geen kuttragedie? Als Neandertaler misschien? Kom, alles opnieuw. Alles opnieuw. Alles opnieuw. Kom, alles opnieuw. Alles opnieuw. Zie die shit door mij doorlopen. Alsof je de put van een riool opent. Osmosis doorkoken. Het leven doodlopen. Doe enkel het brood nodig. Baksteen in de maag, ik dacht trouw. Gedachten van thuis, smeulend hout. Brandende schouw, spelende kinderen, dicht bij uw vrouw. Maar de ruimte vernauwd. Claustrofobisch. De muren, te blank en te koud. Torsen voor mij, dat zijn goud. Nu stink ik naar drank en pillen, vind ik een willig en bind ik een touw. Kom, alles opnieuw. Alles opnieuw. Kom, alles opnieuw. Alles opnieuw. Alles opnieuw. Ik hoor stemmen voor het leven. Huiverend onder de bommen, gedropt onder het mom van de heilige vrijheid en reden. Zijn slachtoffers van vreedheid, anders als die van de vrede. Wij krijgen de kleren die we dragen als keizers. De cijfers geraken hier niet, vervagen hierin. Het hol van de leeuw. Dus ik maak niet dicht, ik haat niet dicht. Ik maak een gedicht en ik laat het u zien. Alles opnieuw, alles opnieuw, alles opnieuw, alles opnieuw. Ik haat niet, ik dicht, broeder, ik maak een gedicht. Schizofreen, ik praat met een biek, verhalen het dicht en vraag om je steun.
Sommigen maken muziek met Takademie en Takademie T. Ik praat op de beat en zweef door space gelijk u gastroscopie D. Kom, alles opnieuw. Kom, alles opnieuw. Kom, alles opnieuw. Alles opnieuw, kom. Alles opnieuw, kom. Alles opnieuw. Alles opnieuw, kom. Alles opnieuw, kom. Alles opnieuw, kom. Alles opnieuw, kom. Alles opnieuw. Alles opnieuw, kom. Alles opnieuw, kom. Alles opnieuw. Alright, Tony the Beat Butcher. Chop it up. Chop, 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 chop it up. Heel experimenteel, heel jazzy. Dat klonk helemaal anders in de repetitie. Maar dat is normaal, that's how it works. Voilà, merci, dat is cool. It's nice, nice, nice. Lekker donker zo. Mijn teksten zijn over het algemeen nogal tamelijk donker. En daarom sluit ik graag af. Oh ja. See, that's why I bring this man. Drama, drama, feeling for drama. Daarom sluit ik af met een... Zoals ik al zei, deze is ook nog niet gevlogen. Voilà, die is al geweest. Dat was Van Ostaaien. Die zat er twee keer in, precies. Dus daarom sluit ik graag af met dat één gedicht waar we het er straks over hadden, dus dat krachtveld. Dus 219 inzendingen, waar we overal een stukje uitgehaald hebben om een bezwering te maken. Dat is een ene grote poster geworden. Dat komt op bakken terecht. We zijn al een jaar lang aan het proberen van dat in stad te plaatsen. Maar dan moeten we dus in gesprek met die mensen die elektriciteitsbakken doen. En dat is al 9 maanden bezig. Dus dat is niet gemakkelijk. Maar we proberen, we doen. Anyway, dus dit is 1 woord van mij en 500 van de rest van Antwerpen. Het krachtveldgedicht. Vlaanderen, Amberes, tussen Veurne en Venlo. Moeder aarde, Gita, tranen en geluksschepper, inshallah. Ik vertrouw dat ik je aanraak in Walhalla met deze nederigheidsverklaring. Deze pantoffels dragende dichter / stadsmagier prevelt geheimnissen voor Jetna, Lutka, Rasa, baant een lijn waar lucht en water om ons te bewaren als 1000 armen om ons heen. Schild van verbonden gedachten. Van stadstenen tot de hemel. Verbrand Bad Beni, Bad Kai, Takorida. Niemand verstopt, verzonken of bang. Van maart 2020 tot oneindig ver voorbij het karant einde aan de oeverkant van moeilijke getijden. Laat woorden van liefde binnenstromen door onze poreuze gordijnen van zweet en lijven. De toekomst schijnt achter dit scherm van onheil. Zie me, hoor me, hou me vast. Elke dag enkel kracht waar verandering begint. Dan de krachten bundelen in Kardeshe, vriendschap. Dat hoop en kracht eeuwig flakkeren in deze immuniteitsamulet. Stuur man een anker in deze kak, stinky, verwoestende zee, die als torenhoge baren me hullen in wat veilig voelen heet. Observeer de hele wereld vervellen. Resilience. No limit tangere. Woorden vol klank, woorden die kleven. United, kamu kamu, schouder aan schouder. Walk through walls om huidhonger te verlichten.
Reanimatie van waardevolle herinneringen. Zo zit jij stralend voor altijd in het zonlicht. Positief, creatief, een empathiecirkel. Evenwicht vind je in de heerlijke schotel met bonen van onze Iraanse buurvrouw. In Nkukunde en Te, virtuele en elleboog coronaknuffels. Niets mooier dan mekaander. Ons thuis, dit mooie lichaam van picknickpleinen en kindergeschater. Van de volks langs de verzoening tot de Eendrachtstraat. Burgerlijk gehoorzaam aan onze dromen. Maak het hoofd leeg, een ander droikje. Speciale schaamte, ik maak mijn kast schoon van het verleden. Het spook van twijfels. Dit tussentijds stilstaan, geen stilstand. Zacht ontwaken. Niemand wordt moe als we samen de menselijkheid dragen. 6x6 letters. Crisis, corona, cachot, second chance, asante. C'est clair comme une source. Met nieuwe ogen groeit de zorg. Ik raamspraak, kraambezoek van op afstand, 8 uur, klokslag, een straataplaus, galmend door de straten, een balkonade, een coronaserenade, witte lakens, zwarte en witte weldoeners, per scherm engelen met grote scharen. Dank en duim, ongeziene superhelden. Kotkolderende zoektocht naar vitamine D. Binnenlander groet 's morgens de dingen, zoekt zin en verbinding in de kozijnen van dit raam. Nu afgeplakt. Que le vent nous portera. Op het ritme van de natuur. De pure rust tegenover de dagelijkse flow. Een breathtaker van het fast forward. Luister, heer Adem. Ik jou in, jij mij uit. Bandan bambanshin. Doorstoofd zullen wij van zonlicht de tijd onthaasten. Zalig vertragen. De overgang omarmen van het frivole en het kwetsbare in de bewondering voor verwondering. Van alles dat is magnifiek, huismest dit ogenblik. Het spelen met je kinderen, het groenere gras in eigen tuin, het gejoel van de krekel en de mier. De bloemen mooier, de eerste keer dat ik 's avonds vogels hoor. Gewas groeit, wolken smelten, verrassend licht. Breekbaar in weinig meer dan de geur van wind. Ik zie in jou de kleur van water. Shalom aleichem. Ik wens je liefde in tijden van corona. 1 duidelijke boodschap. Dag per dag, strijd per strijd, mijn mantra. Van sap tot bot, een enorme dankbaarheid. Val ik u lastig? Vroeg de mens aan de spiegel. Jipenda. Eenzaamheid is de illusie van alleen zijn. Vlees en bloed lijken weggegomd, thuisgebod. Zuiden, noorden, niemand ontkomt. Ieder man, vrouw, x, oud, jong, kind, zeep je ziel in. Never give up. N'ayons pas peur. Desal wel te plus. Lentejeuk op midzomernacht. Mokupa kautu umana mbua. Laat los wat geweest is, homo consumandis. Let it go. Nothing belongs to you anyway. Wees domweg. Gelukkig. Ja. En, zo. En dan gaat zo dat gordijn naar beneden. Ik moet nog iets zeggen, hè. Ah ja, serieus, gaan we nog een interview? Okay. Nee, ik moet nog afkondigen. Ah, gaan we afkondigen? Ja. Dat is goed. We geven het woord aan de volgende dichteres. Ja, met de zeer poëtische boodschap van... Zo, dit was de 2e digitale poëzie op zondag. Ik wil graag enkele mensen bedanken, namelijk Sukou voor de krachtige poëzie, om ons eigenlijk de gedichten te laten zien.
Tony Beatbutcher, ik vind echt dat je een andere artiestennaam moet nemen, maar goed. Dank voor de krachtige muziek. Iedereen was instant wakker. Dank aan de lieve mensen van de Biep, in het bijzonder Patrick van Bellegem. Dank aan de mensen van het CC en deze geweldige ploeg van technikers. Dat was een applausje. De laatste poëzie op zondag van dit seizoen wordt eveneens een knaller, want dan hebben we niemand minder als Vrouwtje Tuinman te gast. En al zeg ik het zelf, wauw, wat een vrouw. Dus ik hoop jullie terug massaal. Ik hoop dat jullie terug massaal achter jullie scherm kruipen voor dat staaltje broodnodige cultuur. Tot dan.